Welcome, this is the Energy Vibration reading for all the birthday people. Nou, gefaciliteerd alle Pisces mensen die zijn jarig vanaf 27 februari tot en met maart 5. Nou, dit is een belangrijk jaar voor jullie. Het is best wel een jaar van heel veel succes voor iedereen. Deze week is dus de week van de lucht energy en we hebben de energie van de zot. De energy vibration van de zot komt en het brengt iedereen in deze week die is jarig op een nieuwe pad, een nieuwe weg, iets nieuws in je leven. En je gaat het echt zien dat bepaalde dingen worden veranderd, bepaalde dingen is los. Dat soort of energy vibration. Dus je gaat zien heel veel verandering plaatsnemen, oké? Dus kijk eens uit, kijk eens dan, oké? Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration. Dat komt op, nogmaals. En dit is de energy vibration van de drie van... van de staven. En dit is best wel goed. Het is op 27 februari een fantastische dag. Gefaciliteerd met je verjaardag. Deze energy vibration ga je even nemen. Ga je dragen. Voor de rest van het jaar. Deze energy vibration ga je beschermen. Het is de energy vibration van... de dood, de transformatie. Dus alles ga je zien in je leven gaat transformeren tot iets beter. Eind, maar nieuw beginnings. Heel veel dingen in je leven moeten tot een eind komen. Dus als je relatie komt tot een eind dit jaar en dat soort van dingen, je werk komt tot een eind, dat betekent dat je bent en je hebt gewoon een situatie, een les en dat soort van dingen geleerd. En nu moet je verder gaan met het leven, oké? Als we gaan dus even verder, we zien de energy vibration van die energy van geduld. En geduld draagt jullie gefaciliteerd voor de mensen die is op februari 28 geboren. Omdat geduld is je energy vibration voor het jaar 2017. Geduld zal de energy vibration van het jaar 2017. Dus hou hier vast aan vanwege een doordat je gaat echt met veel geduld moeten innerlijke kracht vinden. Vanwege een doordat je gaat echt de verandering van heel veel situatie, dat je moet geduld in hebben. Maar het is gewoon geduld van weken door dat alles komt goed in je leven. Het is allemaal goed. Het is geen moeilijke situatie. Het is gewoon goede dingen komt in je leven. Als je gaat even verder gefaciliteerd met de mensen die zijn 1 maart jarig. Jullie zijn cup mensen. De energie van de cup mensen, dat betekent dat je bent niet echt vismensen, je bent echt niet Aquarians. Dus je bent half water. Je bent gewoon, jullie zijn bijzonder mensen. De mensen tussen 1 maart en zo zijn gewoon echt een soort bijzonder mensen vanwege de energy vibration van al de verandering, dat de verandering van één maand naar een andere. Daar intussen zit de energy vibration voor de mensen die zijn 29 jaar en dat soort van dingen. Dus je vindt en je ziet een heel zware verandering voor de mensen die 29 februari die is geboren en 1 maart. Dus het is echt een bijzondere stukje daar. De mensen die 29 februari en 1 maart... die zit in echt een soort of a bubble. En het is altijd lief mensen. Dat moet ik best wel zeggen. Die hebben geen haat. Die is bestuurd door
the unseen world. And die zijn best wel goed intuïtie en die houden om bepaalde dingen in zijn leven. En ze gaat even verder voor de mensen die zijn geboren op 2 maart. Heb je reinigen, je hebt de energie van de toren, gefaciliteerde. Schrijf 7 dingen op dat je wilt bereiken voor volgende jaar. Want als de energy vibration van de toren is hier, dat betekent dat verandering, grote, huge verandering komt in je leven. En deze verandering gaat bepaalde dingen van je leven weghalen. Dingen dat je hebt, dat bestaat, ja, het heeft geen effect meer op jou. En je moet het best wel loslaten. Als we kijken, de energy vibration van de 3 maart heb je de energie van de ster gefaciliteerd. De ster is de meest krachtige energie. This is the energy vibration that zal je beschermen de hele zodiac jaar van 2017. Dus voor iedereen die hier aan laatste, als je bent geboren vanaf 27 februari tot en met 5 maart, realiseer en weet dat het is een krachtige tijd. Het is een mystieke tijd. Dus alles wat je vraagt van nou, en de mensen die hebben de energie van de ster, alles wat je vraagt van nou, krijg je het. Dus zorgen dat het is goede dingen, ga je daarvoor vragen. Van wekens, dat zal je best wel krijgen. Als ik ga eens even verder en we kijken op 4 maart en bij de energy vibration van de moon, de moon, de maand. En de maand is hier. Dus als je bent hier dat op 4 maart, je hele jaar van 2007 wordt heel psychic year voor jou. Je psychic energy, je intuïtie gaat heel hoog staan. En je merkt het vanaf februari, het begin van het zodiac sign van de water, de vis. Je voelt het, dat je bent heel, het is zo sterk, dat je kan, sommige mensen kan daar niet niet aan werken, oké? Het is zo sterk dat het zoiets dat je weet alles wat gaat gebeuren. En het is freak. Het is echt too sterk voor jullie. En voor de mensen die zijn hier niet klaar voor, vraag je engel en je spirit guides om jou te helpen. Om te helpen met deze situatie, oké? Dus ik ga even verder. We hebben voor de mensen die zijn op 5 maart de energy vibration van de zon. En de zon komt uit op je verjaardag. Niet alleen op je verjaardag, maar de zon gaat je beschermt de hele tijd voor 2017. Dus verwacht echt leuk verrassen in je leven. Verwacht succes in je leven, verwacht geluk in je leven in de jaar 2017. Dus je krijgt allerlei situaties in je leven, maar echt goed, krachtige, geluk komt in je leven. Als ik bekijk jullie zodiac jaar, want alles wat is hier in deze week. En als jij bent op die dag, whatever dag ben je geboren, dat is de energy vibration, dat haal je door de hele jaar. En dit is best wel belangrijk dat de mensen realiseren hoe dit werkt, oké? Want als je hebt de toren, verwacht dat bepaalde relatie met vriendin en zo, wordt gewoon, ja. Is het gewoon, ja, iedereen is gewoon zijn eigen weg op aan dat soort van dingen. Maar andersom komt goede mensen terug in je leven. Die vervangen de oude uit.
Dus je hebt goede en slechte verandering. Maar ik zie al verandering als iets goed en iets nieuw. Want in iedereen leven heb je verandering nodig. Anders kunnen wij onze leven en onszelf niet verbeteren. Dus whatever verandering. En de mensen die moeten je leven verlaten. Accepteer het. Als het werkt, je krijgt wel wat nieuws en beter. Iedere keer krijg je het wel gewoon beter en beter. Dus open op jezelf daar naartoe en weet dat het komt allemaal goed. En ik wens jullie een fantastisch 2017. En ik zeg namaste, tot volgende week.